Welkom allemaal. We doen eerst maar meteen een toast op het nieuwe jaar. Dan kunnen we er ook niet vergeten. Proost allemaal. Tot 12 uur is voor niks drinken en daarna dubbel tarief verwijderen. Maandag 11 januari was er een nieuwjaarsbijeenkomst van ondernemend Moergestel, welke geopend werd door interimvoorzitter Jan Vriens. Een avond om in iedere de hand te drukken, maar speciaal aan de avond was de uitreiking van het keurmerk van veiligheid aan bedrijventerrein De Zonman plus het centrum van Moergestel. Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Onno Keuken, ik ben landelijk projectleider voor het keurmerk Veilig Ondernemen. Namens MKB Nederland en we hebben sinds 2005 de opdracht gekregen om Nederland een stukje veiliger te maken en te krijgen. Na mooie woorden gesproken te hebben, kreeg burgemeester Hans Jansen de eer om het keurmerk uit te reiken. Uiteindelijk stelden we Ron Oosterwijk van de politie wat extra vragen over de behaalde certificaten. Ron van Oosterwijk, we hebben net gezien dat de certificaten zijn overhandigd. De certificaten zijn de KVOB-certificaten. Kun je daar iets meer over vertellen, wat het eigenlijk een beetje precies inhoudt? Ja, KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. Dat is voor de Zonman in dit geval en voor het KVO Centrum Moergestel. En de Centrum Moergestel is dan weer een andere werkgroep als het KVO van de Zonman. Wat is precies het verschil tussen de twee? Heb je daar nog iets meer over? Ja, de KVO de Zonman gaat in principe alleen maar over het industrieterrein zelf. Dus de Vereniging van Eigenaren van de Zonman, dat gaat apart, het KVO. Dan willen we in de toekomst de komende 3 jaar Stokeind erbij gaan betrekken. Wat je ook net op de receptie hebt gehoord. KVO Centrum Moergestel, dat wil zeggen de samenwerking die we hebben gezorgd met de ondernemers. Dus de winkeliers en de horeca samen om de tafel, samen met de gemeente, brandweer en politie. Om het centrum van Moergestel veiliger te krijgen. En daar is het andere certificaat. Nou praat je over verschillende partijen die daar allemaal bij nodig zijn. Wat doen de verschillende partijen? Wat doet de politie? Wat doet de brandweer in deze? Wat doet de ondernemer zelf? Nou, het keurmerk Veilig Ondernemer wil zeggen dat bestaat uit de gemeente. Dat is een ambtenaar openbare orde en veiligheid. Zoals van de Zonman is dat Koen Schollen. En van Centrum Moergestel is dat Mout de Rooij. Dan heb je de politie, daar ben ik als wijkagent, zit in beide werkgroepen. De brandweer en dan de ondernemers zelf en dan het MKB of het CCV. Elke partij heeft daarvoor getekend, dus je kunt ook makkelijker informatie uitwisselen. En je bent ook verplicht om aan je afspraken te voldoen. En je ziet daardoor, qua veiligheid, uit een enquête die uit de ondernemers komt, komen vragen uit. Daar wordt een plan van aanpak van gemaakt en uit het plan van aanpak komen opdrachten die dus bij de brandweer of bij de politie terechtkomen. Of bij de gemeente of bij de ondernemers zelf. En daar wordt naar gewerkt en dan kom je ook een paar keer per jaar bij elkaar. Nou zijn er natuurlijk kosten bij gemoeid. Is dat alleen de kosten die worden alleen gedragen door de ondernemer? Of zijn er nog meerdere partijen die daar een bijdrage in hebben? De KVO wordt dus gesubsidieerd door het ministerie. De enquête, de plannen van aanpak maken en dergelijke. Dus heel de administratie daaromheen wordt helemaal gesubsidieerd. Vanavond is in de receptie ook onder keuken van het MKB heeft dat uitgereikt. Die heeft dat voor de Zonman gedaan. Dat wordt helemaal gesubsidieerd. De firma BEX stelt een ruimte ter beschikking om te vergaderen. En het enige wat de ondernemers moeten betalen is zeg maar, het Kiwa-keurmerk zelf. Daar komt er iemand van een onafhankelijk Kiwa-instelling. Die komt met de werkgroep overleggen. En die komt keuren of de samenwerking er is, wat er bereikt is en dergelijke. Of er inderdaad vooruitgang in zit. En als ze allemaal voldoet, dan kun je het Kiwa-keurmerk Veilig Ondernemen krijgen. En daar moeten de ondernemers zelf betalen. Nu denkt een onderneming natuurlijk altijd aan euro's, hè, op het eind van het liedje. Want dat is toch een van de belangrijke aspecten van een bedrijf. Levert zoiets, zo'n certificaat of zo'n keurmerk ook iets op in euro's? Of waar... Ja, het levert er natuurlijk altijd wel iets op natuurlijk. Landelijk is gezien dat door het keurmerk Veilig Ondernemen, dat het de criminaliteit gigantisch daalt op zo'n industrieterrein. Dat is één. Ten tweede is voor de verzekeringsmaatschappijen, als er een KVO is, dat de premie omlaag gaat. Dus de bedrijven korting krijgen. Verder zie je als je KVO de Zonman is al verder dan als het KVO Centrum Moergestel. Maar die hebben ook samen gekeken naar afvalstoffen, afvoer, netwerk. Dus om gezamenlijk wat dingen op te pakken is het goedkoper om 1 keer een voorrijkost te betalen. Dus bijvoorbeeld 10 keer een voorrijkost te betalen. Dus ook daar zit de winst in de samenwerking. Nou, helemaal duidelijk. Ron, hartstikke bedankt voor deze kleine toelichting extra. En we zien jou de komende tijd in ieder geval nog vaker, heb ik net begrepen. Ja, bedankt in ieder geval.